Nou, we staan hier bij de opgraving in de straat Droevendaal. Wat is hier precies aan de hand? Ja, ze zijn hier bezig met het omleggen van kabels en leidingen voor de KPN. En bij het start van het werk is geconstateerd dat er stoffelijke resten onder de kabels liggen. De politie bij geweest en die hebben geconstateerd dat het oud materiaal is. Het klopt ook wel, want het is een oude begraafplaats van een klooster dat hier gestaan heeft. Oké, en uit welke tijd stamt dat dan? Het klooster is rond 1506 hier gebouwd. En in 1580 is het alweer afgebroken, of in ieder geval ontmanteld. Want toen kwam de reformatie en werden we allemaal protestant en werden de Rooms-Katholieken werden weggejaagd. En wat hebben jullie hier tot nu toe allemaal gevonden? We hebben hier onder de kabels begravingen gevonden van monniken, maar ook van kinderen. Dus het ziet er naar uit dat nadat de begraafplaats in gebruik is geweest als klooster, dat er ook nog wat kinderen zijn begraven. Misschien vanwege een epidemie of dat soort dingen. En daarna is eigenlijk de straat Droevendaal over de oude begraafplaats heen gelegd. En waarom is het nou belangrijk dat we dit opgraven? Nou, in eerste instantie is het heel belangrijk dat het botmateriaal verzameld wordt en uiteindelijk op een algemene begraafplaats terechtkomt, dat het materiaal niet gaat zwerven. Want anders komt het weer ergens in grond terecht en worden die menselijke resten weer een keer gevonden. Dan komt er weer een keer een melding van, hey, we hebben hier menselijk botmateriaal. Dus het is goed dat het op een gegeven moment allemaal verzameld wordt. En er moet ook archeologisch naar gekeken worden om te kijken wat de pathologieën allemaal zijn. Dus wat die mensen voor ziektes hebben gehad en dat soort dingen, dat kun je vrij snel kun je dat zien. Maar het is wel fijn als dat ook vastgelegd wordt. Wat verwachten jullie allemaal nog te vinden? Ja, we verwachten nog meer begravingen te vinden. En op een gegeven moment komen we in een stuk wat waarschijnlijk al eerder is weggegraven. Want we weten dat in de jaren 60 grond hier is afgegraven en in de Groene Ster terecht is gekomen. Want daar zaten allemaal menselijke resten in. En toen wisten ze op een gegeven moment te achterhalen dat het hier uit het Droevendaal kwam. Maar we vinden hier waarschijnlijk nog wel een paar meer skeletten. Alleen we proberen zoveel mogelijk te laten liggen, want er gaat gewoon worteldoek overheen. Maar die dingen die in de weg liggen, of de resten die in de weg liggen voor het verleggen en verwijderen van de kabels, dat ruimen we op. Tot, hoe lang zijn jullie hier nog bezig? Dat is een beetje lastig te zeggen. We proberen dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik denk dat ze hier volgende week ook nog wel bezig zijn.